Omdat alleen de beste 4 hobbykoks naar de halve finale mogen, hebben de chefs nog een extraatje in petto. Beste koks, goedemorgen. Goedemorgen. Straks krijgen jullie 2 uur de tijd voor het gerecht dat jullie kunnen voorbereiden hebben. We verwachten daar heel veel van natuurlijk. Maar eerst gaan we een keer kijken hoe dat zit met jullie parate patisseriekennis. De opdracht is niet makkelijk. Ik denk zeer moeilijk. Wat gaan we maken? De klassieker van de klassiekers. Misschien hebben jullie het alles gemaakt, misschien niet. Vanille soufflé. Ja? Ja. Koen, Carla, Fang. Bij jullie is het vandaag erop of eronder? Ik zou zeggen, zet alle zeilen bij. Sergio en ik, we gaan jullie vandaag niet helpen. We gaan ervan uit dat jullie een zekere kennis hebben en we zijn benieuwd hoe dat jullie het bakken. Ja. Succes. De hobbykoks moeten een luchtige vanille soufflé bereiden die niet inzakt. Ze krijgen enkel een lijst met ingrediënten. Wat ze daarmee moeten aanvangen, moeten ze zelf uitzoeken. Hoe filter ik een recept uit? Dat is de uitdaging. En dat is voor ons ook een supergoeie test om te zien of ze de kennis hebben om dat eruit te halen. Maar wij willen de beste 4 mee hebben naar de halve finale. Vanille, 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 vanille. Yes. Melk en ijs en suiker. Soufflé van alles. Stap in het onbekende. Je hebt juist een ingrediënt en dat moet je doen. Dus, hè. Ik ga een vangnadel. Ik denk niet dat dat zo'n goed idee is. Ik heb nog nooit geen soufflé gemaakt, dus ik heb geen idee hoe ik eraan moet beginnen eigenlijk. Ja, ik dacht het eigeel op te kloppen met suiker en dat daar dan zo een beetje bij doen. En dan zal ik dat... Nee, niet. Helpen niet, hè, vandaag. Shit, hè. Echt waar, hè. Gezond verstand gebruiken. Ik denk dat dat belangrijk is, maar... Als je het niet weet. Het is voor iedereen gelijkheid. Het is hier niemand die het al gedaan heeft. Ik heb nog nooit een soufflé gemaakt. Ik wist wel dat het begon met een crème pâtissière of met een banketbakkersroom. En dan weet ik wel hoe ik dat moet maken. Dus dan heb ik die combinaties al gemaakt. En dan zo iedere keer doorschrapt wat er nog overschoot. En dan gekeken van, oké, wat ga ik hier nu mee doen? 1 vanillestokje. Als je een soufflé begint, start je met je crème pâtissière. Die maak je. Dat is het eerste wat je doet. Je eierdooiers opkloppen met je suiker. Dat is sowieso. Ja, je melk verwarmen met die vanillestok. Met die vanillestok, en je maakt een soort banketbakkersroom. En dan die bloem eronder 7. Ik moest vooral denken aan vroeger thuis aten wij wel garnalensoufflé, kaassoufflé. Dus ik dacht, oké, dat kunnen we wel. Oh, godverdomme. Van Carla en Koen, die moeten nu echt alles op alles gaan zetten. En dit is echt geen gemakkelijke opdracht. Je hebt wel de ingrediënten en je denkt van, oh ja, ja. Maar het is nog in de juiste volgorde, de juiste bereidingswijze dat je moet doen. Dus ik zou vandaag niet in de schoenen willen staan.